allemaal bij Droppeljam XL. Welkom in de fabriek in Maarsen en welkom op onze 15e editie van Droppeljam. We zijn waanzinnig viral gegaan. Dus de seconde dat wij onze boodschap en foto eigenlijk concept online hadden gezet. 212 miljoen views in 2 weken, 90 landen, noem het maar op. Eigenlijk de hele tijd headlines en gameshows en blogs en vlogs en weet ik veel wat allemaal. En dat was te gek en dat hebben we uiteindelijk om kunnen zetten tot hele mooie platformen online. Dus onze social media accounts met meer dan 100.000 fans en allemaal ja, toch mooie content. Een website is voor mij communicatie. En in communicatie moet er altijd gekeken worden naar wat zoekt degene aan de andere kant. Ik denk dat waar de wereld naartoe verschuift vooral real-time is. Dus als je iets wil weten, dat je dat meteen te horen krijgt. En of je dat nou moet typen of tegen een stemmetje zegt, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat er eigenlijk een direct respons is op, hey, kan ik reserveren in ons geval? Of is het nog beschikbaar? Waar is het? Gewoon de simpele informatie die we zoeken. Dat je daar direct antwoord op krijgt en niet per se altijd voor hoeft te zoeken. Droppeljam is ontstaan en bedacht in België, op een universiteit in België, door Dries Buitaert. Hij heeft letterlijk op zijn studentenkamer gewerkt aan het open source content management systeem Droppeljam en besloot dat open source te maken. Hij had daarbij niet voorzien dat het zo groot zou worden. Besloot een eerste event te organiseren. En daar kwamen vele mensen op af, omdat ze allemaal enthousiast waren over die code die gedeeld was en vrij beschikbaar was op het internet. En zo ja, is het ontstaan. De Droppeljam Association zorgt ervoor dat de source code beschikbaar is en onderhouden wordt. Dat er een security team wordt aangestuurd die zorgt voor de veiligheid ook van de code. Dat als er security releases zijn, dat ook de community ingelicht wordt. En zij zorgen daarnaast ook voor de promotie van Droppeljam. Droppeljam is echt een content management framework geworden op enterprise niveau. Dat is een woord wat niet vaak gebruikt wordt in de community, maar het is echt op enterprise niveau wordt het momenteel ingezet. De community bestaat momenteel uit meer dan 1 miljoen mensen, waarvan ongeveer 100.000 developers. En daarmee is Droppeljam niet alleen de oudste, maar ook meest volwassen en ook grootste open source community en best georganiseerde open source community ter wereld. Er is een heel grote angst om informatie met elkaar te delen, te zeggen dat je een incident hebt gehad. Hè, dat vinden we nog steeds niet normaal. Terwijl je dat eigenlijk wel zou moeten doen om zeg maar, collectief veiliger te worden. En je ziet dan dat het individuele belang elke keer boven het collectieve belang gaat. Als je kijkt naar voorbeelden waar dierenrisico's lopen. Dan zie je dus in de jungle dat beesten elkaar waarschuwen voor gevaar en de kudde als geheel overleeft. Nou, zo'n ecosysteem is eigenlijk internet ook. En je gaat eigenlijk voor het behoud van het hele ecosysteem. Die als het gevaar is, maar één ding goed kan vluchten om naar een andere plaats. Ik heb veel ervaring in open source land. En wat je daar natuurlijk ziet, is dat je de mogelijkheid hebt om een kwaliteitstoetsing te doen. Daarmee heeft open source de kaarten en de troeven in handen om tot een heel hoog niveau te stijgen qua veiligheid. Wat je alleen ziet gebeuren is dat het element, je hebt free software als in free beer, hè, dus gratis. En software als in freedom, de vrijheden.
Nou, open source gaat over de vrijheden. En wat je zou moeten doen is dat als je geen licentie hoeft te kopen, eigenlijk energie moet steken in die kwaliteitsborging. Hè. Het inkopen van software vrijwaart je niet van dan zal het dus wel goed zijn. Nee, daar moeten we actief werk van maken. En dan heeft open source een voordeel wat eigenlijk heel veel andere producten niet hebben. Namelijk de mogelijkheid om het goed te kunnen toetsen. De mogelijkheid om zeker te weten wat je in huis haalt. En dat betekent dat het in potentie beveiliging heel veel verder kan helpen. We hebben geen vakken. Dus je kunt bij ons niet een vak gaan doen of herkansen. Dat bestaat niet. Je haalt het semester of niet. Er zijn verschillende manieren om bijdrage te leveren. Zo kan je bijvoorbeeld een eigen distributie maken. In Nederland is er een gemeentedistributie gemaakt die het mogelijk maakt om op een hele snelle en eenvoudige manier gemeentewebsites te produceren. Die code, die source code, is gratis teruggegeven en ook terug te vinden op Drupal.org. Dus daar kan je dan op zoeken, dus Drupal voor gemeenten. Dan heb je daarnaast de mogelijkheid om bijdrage te leveren aan de duizenden modules die inmiddels geschreven zijn. Daar kan je updates voor schrijven, daar kan je patches voor schrijven. Die kan je meehelpen verder ontwikkelen voor de nieuwe en de laatste versies van Drupal. Ja, en als je onderweg bezig bent met het programmeren en het implementeren van Drupal en je komt verbeteringen tegen, kan je daar ook een direct een patch voor schrijven en die ook weer committen naar Drupal.org. Tell us more about why it's important. So please come up to the stage, Lucas. Welcome. Give him a big applause. In many situations, when people accidentally do something, or, you know, behave in a way that is harassment or that is racist and so on and so forth, they will say, no, I'm not racist. How can you insinuate that I would do something that is racist? Maar wij kunnen wel van de kennis die we kennen toevoegen aan de website.